We gaan de drie wieltjes die we hebben, die we op de kaft willen maken, embossen met embossing powder. Je hebt een heel klein potje gekregen en daarin zit embossing powder koper. Dat is een hele fijne. Ranger heeft een serie superfine powders en die lossen heel mooi op. Nou, dan krijg je straks een heel mooi brons laagje. Je hebt een embossing inkt nodig en ik laat je ook zien wat er gebeurt als je het met een de-stress inkt doet. Een embossing inkt is eigenlijk een soort dikke plakkerige inkt. Hij droogt heel langzaam. Dus elke langzaam drogende inkt heeft ditzelfde effect. Want het effect is, doordat het langzaam droogt, heeft het poeder de tijd om aan het wieltje en de inkt te blijven plakken. Dus ik druk het wieltje op zijn kop in mijn kussen, waardoor de inkt aan mijn wieltje komt. Ik pak hem met een pincet, doop hem in het potje, tik hem goed af en je ziet mijn wieltje zit onder de embossing powder. Dat ga ik ook met de tweede doen. In het potje. Altijd je potje dicht en weg doen als je de heatgun aan gaat zetten. Je kunt je vast goed voorstellen wat er gebeurt. Ik doe ook altijd mijn inktkussen dicht, want anders droogt die uit van de warmte van de heatgun. Nu is dit een heat tool, zoals ze het officieel noemen. En deze is eigenlijk gemaakt om te drogen, maar hij wordt heet genoeg om te embossen, om embosspoeder te laten smelten. Er bestaan ook embossing tools. Die hebben een smallere uitloop en die concentreren hun warmte meer naar één punt. Maar dat maakt niet uit, we kunnen het met beide. Het duurt met deze ietsje langer. Ik zal hem er een beetje naast houden, zodat jullie het kunnen zien. En hier zie je al dat hij gaat smelten. En ik ga goed kijken tot al het embosspoeder egaal glad is geworden. Ondertussen pak ik deze alvast een beetje mee. En zelfs al zou alles niet helemaal glad zijn, is het nog leuk. Want het is een beetje ouderwets vintage grungy boekje. En there they are. Twee mooie gladde wieltjes. Dat moet even goed afkoelen. Nu is het nog een soort zacht. Wat nou als je geen langzaam drogende inkt hebt, maar wel die stress inkt? Dan kun je ook prima je wieltje heel goed vochtig maken op een de-stresskussen. Het wieltje in de poeder doen. Alleen, doordat het niet zo'n vette plakkerige inkt is, blijft er minder poeder aan je wieltje hangen. En wordt het effect een klein beetje anders. Daarvan kun je je afvragen hoe erg dat is. Maar er is ook nog een trucje voor. Want zie hier, al mijn poeder is gesmolten. Het is alleen niet zo mooi als die andere. Hier loopt het mooi overheen. Dat komt omdat ik dat wieltje in dat zachte kussen heb gedrukt. Aan de zijkant van alle randjes komt dan ook embossing inkt. Dat lukt hier niet, want een de-stresskussen heeft een viltfoam. Maar kan hem er best nog een keer indrukken. Om vervolgens nog een keer even oppakken in mijn poeder te doen. En nu krijgt hij een tweede laagje, waardoor hij wat dikker wordt.
En nu wil ik toch niet zeggen dat ik ontevreden ben. Want hij glimt net zo mooi. Dat is een mooi truc. Wat ik dan nog doe straks, en dat laat ik al wel zien, is met een vijl, papiervijl, een paar krassen in mijn embosspowder maken. Niet heel veel, maar ik wil dat het niet zo'n glimmend, prachtig wieltje is. Hij moet een beetje verouderd zijn. Dus ik streep er heel voorzichtig. En dan moet wel je wieltje en je embosspoeder goed zijn afgekoeld. Een beetje overheen. En dan krijgt hij dat lekkere verouderde uiterlijk. Deze is ook cool. En dan kun je zelfs nog zeggen, ik doe er een beetje inkt tussen. En dan heb ik nu 3 wieltjes waar dadelijk een klein splitpennetje in gaat. En die klaar zijn voor mijn kaft.